Het, kijk eens wie er binnenkomt. Hallo. My office neighbor in her old office. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn weer terug in Nederland. En bright lights. Wow, het is benauwd buiten. We zijn een dag terug. Olly is vandaag voor het eerst naar de crash. En we gaan haar nu ophalen. Ik ben zo benieuwd hoe Olly het gehad heeft. Haar vaste leidsters die zijn op vakantie, dus er waren andere mensen. Dus ik ben echt benieuwd. Maar Olly is op zich wel makkelijk. Maar you never know. Wat denk jij, San? Oh, ik denk dat het wel goed is. Jij hebt er ook weer. Sander heeft er ook weer gemist. Want dit is de eerste dag in 5 weken tijd dat ze zonder. Sorry als ik overliep, maar dat ze zonder ons is geweest. Dus, ja, nee, wij zonder haar. Wij zonder haar, ja, is beter inderdaad. Dus ik kan niet wachten om haar te zien. Kijk eens wie er weer is. Olly. Die mensen zijn aan het eten. Lekker, hè? Hey guys, good morning. Het is vandaag vrijdagochtend. Ik heb voor het eerst in een week make-up op. Krijg ik dat goed? Ja, voor het eerst in een week make-up op. En ik heb Olivia net naar de crash gebracht. Oh, en ik ga nu naar kantoor. We hebben een nieuw kantoor. Dat is nog niet helemaal klaar. Sterker nog, dat is nog lang niet klaar. Maar ik zal het zo even laten zien. Het oude kantoor van Kay, maar we gaan het helemaal mooi maken. En ik denk dat ik ook dat wel ga laten zien, dat proces van decoreren. Ik heb trouwens dit aan, deze crop top van Naked. Deze jas van Alex. Deze tas van Louis Vuitton, de vintage Levi's en die chillen. Sandalen. En ik ga fietsen. Ik heb een nieuwe fiets. En Olivia, die breng ik nu ook naar de crash met die fiets. Dat is zo leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik heb heel weinig vlogs deze week. Maar ik wil eigenlijk wel de vlog posten. Dus dat ga ik denk ik maar wel doen. Maar dan moet ik gewoon vandaag heel veel vloggen. Heel veel mensen zeggen ook dat ze de dagelijkse vlogs leuker vinden. Dus nu krijgen jullie dan een soort van dagelijkse vlog. In een halve week vlog. Let's go. Oké, ik ben op kantoor aangekomen en het is hier echt helemaal leeg nog. Maar ik hou er altijd van om dingen te laten zien als ze af zijn. Maar goed, mijn huis is ook altijd een bende. En who cares? Dat was de bel. Oké, dus. Je komt zo binnen in het kantoor. Dan moet hier een eettafel komen te staan. En I don't know, dit zijn nog allemaal rommelspullen uit ons oude kantoor. Dus dit wordt het eetgedeelte. En dan heb je zo hier de keuken. Dan heb je hier de tafels. Daar willen we de poten nog van goud spuiten. En nou goed, we moeten alles nog op de muur hangen. En weet ik veel wat allemaal doen. En hier heb ik alvast het kleed dat ik thuis ook heb. En hier staat verder gewoon superveel rommel en troep. Hier gaan we dan nog waarschijnlijk 2 bureautjes zetten. Dat we eventueel met z'n 8 max kunnen werken als we dat willen. Daar is een grote opbergkast. Hier is zo'n hoek. Ja, that's it. Kijk eens wie er binnenkomt. Hallo. My office neighbor in her old office. Oh, mag ik zo heel even jouw kantoor filmen voor de vlog? Ja, natuurlijk. Het is jullie... gek, hè? Ja, hè? Ja. Ik ga jullie zo het kantoor van Kay laten zien. Die is echt al veel verder en die is echt mooi. Ja, die ziet er zo lekker. Kan je die echt aanraden? Deze bij van Ikea. Van Ikea? Ja, wij zijn er zo blij mee. We hebben ze nu thuis voor Sander in de studio gekocht. En... je krijgt gewoon geen ikra. Dit zijn de enige stoelen waar ik geen rugpijn van krijg. Nee, omdat ze niet zo naar achter vliegen. Nee. En ze zijn misschien niet super mooi, maar zeg maar, ze zijn wel wit. Dus ja. Ze zijn zeg maar. Hoe? Wie verzint om? Doe dit dan even mee. Hè? Maar hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Hey guys, het is even later. En zoals jullie zien lig ik op bed. Ik ben thuis. En het is. Hoe laat is het? Let's have a look. Het is 1 uur. 1 uur 's nachts. En we zijn allemaal nog best wel gejetlagd. Ik heb Olivia opgehaald op de crash. En ik heb alleen maar gehaast. Ik moest een foto maken, een gesponsorde Instagram uploaden.
Dus dat heb ik gedaan. Toen heb ik Olivia snel op de crash gehaald. Toen kwam er een vriendin eten bij mij. En dat was allemaal... En de schoonmakers waren thuis. En dat was allemaal echt een half uur tijd dat alles gebeurde. En daar ben ik best lang mee bezig geweest. Toen 2 jaar geleden dacht ik... Rust. Ik ga eindelijk slapen en chillen in bed om 11 uur 's avonds. En toen dacht ik, Olivia gaat slapen. Maar Olivia ging niet slapen. Die had een jetlag en die wilde nog heel veel spelen. Dus die heeft net echt 2 uur lang als een gek gespeeld. En nu slaapt ze. Nu om 1 uur 's nachts eindelijk. En ik heb Kees' kantoor niet meer laten zien. Dat ben ik vergeten. Maar dat doe ik volgende week eventjes. Want ik ben volgende week ook in Nederland. Ik ga alleen volgend weekend naar Stockholm. En ik, dat ben ik vergeten. En ik was nog iets vergeten om te laten zien. Olly mag ik wat meer laten zien. Dus dat ga ik nog doen. Ik zal morgenochtend nog even vloggen. En dan sluit ik de vlog af. Morgen ga ik gezellig met Kay ontbijten. En weer weinig slapen, denk ik. Want het is nu al laat. En ik ben benieuwd. Want als ik Olly niet wakker maak, wordt ze gewoon om 2 uur 's middags of zo wakker, denk ik. Dus dat. Nou ja, en Sander is in Dubai. Die heb ik nog niet zoveel gesproken. En die gaat naar Moskou. En nog 1 plek. Die moet veel vliegen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het heeft. Ja. En ik zie jullie morgen. Good morning. Ik heb mij hier verslapen. En ik ga nu snel Olivia wakker maken. En dan gaan we ontbijten met Kay. Het is alleen al 10:30. En ik schrok dus net wakker om 10 uur. Dus ik heb snel me aangekleed. Ik heb dit jasje aan van Miss 60. En dit shirt van H&M. Zwarte broek, weet ik niet meer van. En mijn Miu Miu schoenen. Mijn pinpas die ligt hier ook ergens volgens mij. Ik ben echt zo gedesoriënteerd. Ja. Nou ja, snel Olly even aankleden en dan gaan we lekker eten. En koffie drinken. Oh ja, en mijn borstel ben ik dus kwijt. En de kapsel. Nou, ik ging dus met Kay ontbijten. En ik was het eten vergeten te filmen. Again. Again. Maar we zitten bij Benchies. Het is super mooi hier. En leuk. Kijk, kussentjes. We hebben allemaal lekkere dingen. Hadden we nog scones besteld eigenlijk? Nog, ging ik dat net doen? Nee, die zou jij gaan bestellen. Dat is goed. En Olly loopt weer wederom naar buiten. Bibi en Lola zijn terug van de holiday. En die zijn een hele leuke activiteit aan het doen. Bibi's back. Ze zijn aan het boekenkaften. Ja. Kijk, en we hebben... Ja. Oh, daar is het. Ja? We hebben hier... Mama. Oh, ik heb het laatst ook. Oh, het is zo irritant. Laat zien. Ja. Kijk, een boekje. Boek? Ja. Het ziet er wel lekker uit. Ja. Boek? Dat dacht ik al. Dat dacht je al. Oké, even kijken hoe deze kant. Olly! Ik heb je zo gemist. Bibi bent echt bruin. Ja. Dat is echt niet normaal. Oh, deze 3 hebben jullie al gedaan. Ja. Het andere boekje, Engels, om te groot te zijn, makkelijk. Mag ik er zo ook één doen? Tuurlijk. Ja, graag zo. Wat is dat? AK? Oh, aardeskunde. Ja, waarom schrijven jullie alleen afkortingen? Het is gewoon makkelijk. Engels. Ik denk dat het deze is. Oh my god, ik wil dit ook doen. Oké, dan heb ik deze voor jou. Alright, ik ga dat doen. Ja. En ik ga snel de vlog afsluiten, want het is zaterdag en de vlog komt morgen online. En ja, anders wordt het een beetje moeilijk. Ja, dat wil ik even zeggen. Ik ga afsluiten en een nieuwe beginnen. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie woensdag weer.